provincie Flevoland is een bijzondere provincie. Compleet bedacht vanaf de tekentafel. Gemaakt om ruimte te bieden voor voedselproductie. Als gevolg van de toename van de wereldbevolking blijft de vraag naar voedsel groeien. Maar de beschikbare hoeveelheid landbouwgrond is begrensd. En grondstoffen als water en energie worden steeds schaarser. Door onze kennis over het produceren van voedsel te exporteren, kunnen we bijdragen aan het vergroten van de wereldwijde productie. In Flevoland ligt het accent op de primaire productie. Maar alle schakels van de agrofoodketen zijn vertegenwoordigd. Naast produceren, bewerken, verwerken, vermarkten en distribueren bij agrofood. We willen een groter aandeel in de agrofoodketen verkrijgen door de producten die geproduceerd worden in Flevoland innovatief en duurzaam te bewerken, verwerken, vermarkten en distribueren. We stimuleren ondernemers om in de agrofoodketen te verbreden. Dus eindproducten niet alleen distribueren, maar halfproducten verwerken tot eindproducten en dan distribueren. Een groter aandeel in de agrofoodketen verkrijgen we ook door samen te werken met andere sectoren, zoals high-tech systemen en materialen. LED-lampen worden bijvoorbeeld ingezet om sla te telen zonder daglicht. Zo kan het hele jaar door geteeld worden. Tot slot richten we ons op de stadslandbouw en agro-city farming. De voedselproductie en de technische aspecten die verbonden zijn aan de stedelijke vraag naar een gevarieerde groene omgeving dragen bij aan de leefbaarheid en de vitaliteit van de stad. De provincie Flevoland heeft de ambitie om tot ver buiten Europa bekend te zijn als groene, gezonde en voedselproducerende regio. In de Agrofoodmotor 2015-2020 maken we inzichtelijk hoe we aan deze ambitie werken. Met dit dynamisch instrument spelen we adaptief in op nieuwe kansen. Zo jagen we de agrofoodsector aan in Flevoland.